In deze video gaan wij proberen om 3 mensen aan de muur te hangen met duct tape. Heel veel duct tape. Extreem veel duct tape. Echt legendarisch veel duct tape. Hopelijk lukt het en anders heb je voor niets gekeken. Veel kijkplezier. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Martijn. En Martijn is onze cupido, hebben jullie gezien in deze video. Ja, dat hebben we thuis ook gezegd. Zonder jou was er geen semi. En vandaag hebben we misschien wel de grappigste challenge ooit. Want daar zien jullie 6 bakken staan. 2 bakken per persoon, want wij gaan 3 mensen aan de muur hangen met duct tape. Ik? Nee. Meen je dat? Kan toch maar. We gaan nu checken met blassteenschaar wie het wordt. En we zijn er niet alleen, want we hebben ook Bram, Ize, Laura, Jasper en mijn mama staat daar ook. Wie heeft zin om aan de muur te hangen? Niemand? Oké, wie heeft zin om te zeggen voor hoeveel likes we gaan? Moeder. Oh, moeder. Voor hoeveel likes gaan we, moeder? 20.000 likes. Laat ook weten in de reacties of jij graag aan de muur zou hangen, ja of nee. Nu gaan wij kijken met Blassteenschaar wie het wordt. De winnaar, die bepaalt. Blassteenschaar. Oh, oh, oh. Ik win, dus jij mag aan de muur hangen. Dan gaan we naar het volgende koppeltje, jullie. Blassteenschaar. Winnaar beslist. 1 keer. Blassteenschaar. Ja! En ik weet het antwoord al. Ja, sowieso. Ja. Ize gaat aan de muur. En dan hebben we het volgende koppel. Wacht, wacht. Als jullie hetzelfde hebben, doet mama samen met Martijn Blassteenschaar. Voilà, want moeder okay, als we een winnaar hebben na 1 keer, hangt de verliezer aan de muur. Oh! Jasper. Laura aan de muur? Ja, Laura. Oké, okay, de 3 meisjes aan de muur. Mama, je bent safe, want we hebben maar 6 bakken. En Martijn, je moet dus niet aan de muur vandaag. Echt, toch niet? Maar je kan wel helpen om iedereen omhoog te halen. Ik ga mee helpen, ik zie dat wel zitten. Bij 20.000 likes gaan er 3 jongens, inclusief Martijn, aan de muur hangen. Ja. Dus 3 jongens, inclusief Martijn, dus ik niet. Jullie bepalen. Jawel, kan ook, hè. Of 4, alle 4 de jongens. Oh, kijk, die kleuren. Het is wel mooi, kijk. Dit is de opstelling. Jullie gaan wel jullie handen een beetje wijd moeten doen, want anders gaan jullie gewoon naar beneden vallen. Ja, zoiets easy, maar niet te wijd. Ja, dat kan wel. Moeten we jullie een beetje... Ah, Laura kan nog een beetje naar links. Het komt in orde, het komt in orde. Mama gaat eens testen of het plakt. Direct op mij. Ja, ja, sowieso. Nee, nee, je gaat echt veel meer moeten overhouden, mama. Volgens mij gaat het niet zo goed plakken. De muur plakt niet goed. Conclusie, na 1 tape. Nee, we gaan dat verschillende moeten, ja. Het gaan er verschillende over elkaar moeten zijn. Hebben we een andere muur? Ik denk dat de muur inderdaad kijk hoeveel rubbeltjes dat er zijn. We hebben net overleg gepleegd en jullie gaan toch daar omhoog hangen. Hopelijk lukt het. We hebben net meer dan 300 euro tape gekocht. Dus hopelijk is het waard. En Ize kan al niet meer weg. Ik heb wel nog 1 leuk idee nu. Ja? Omdat dit het allereerste stuk is, mogen jullie eens haar bakken weghalen. En kijken of ze blijft hangen. Alleen maar zo leuk. Oh. Maar jij kan dat ook. Nee, het gaat niet lukken. Dus we hebben echt wel heel veel tape nodig. Jullie mogen op jullie plaatsen en we gaan plakken. Jasper, jij jouw vrienden. Bram, jouw vrienden. Ja. Martijn, jij helpt bij wie het nodig is. Ik film en moeder helpt ook. Nee, moeder mag bij Celine. Kijk, roos bij roos. Dus actie! Hallo! Wie zal het beste doen? Moeder. Ja? Ervaren, bro. Succes, hè. Wie gaat het beste doen? Ik. Ja? Maar volgens mij gaat bij jullie... Nee, dat is af niet zo. Tegen dat Jasper daar is met zijn tape aan Celina aan de muur, denk ik. Dit is niet de enige challenge van vandaag. De challenge is, wie het langste blijft hangen, wint. Dus het moet wel echt goed gedaan zijn. En echt niemand is geïnteresseerd in wat ik zeg vandaag. En Mikey. Oh, Martijn wel. Ik ben aan het luisteren, hè. Ja? Mikey. Wat heb ik gezegd? De langste, degene die het langst blijft hangen, die wint. Ja. En het is echt, het moet echt wel stevige tape zijn. Klopt ja. dat? Ja, de tape is voor iedereen hetzelfde. Het moet heel goed gedaan zijn. Hang je al vast, of? Ja. Okay. Maar goed tegen de muur, hè. Echt, benen tegen de muur. Ja, maar ik... Laura, benen tegen de muur, hè. Dat je echt er tegen staat. Handen ook? Wat? Stress. Heb je stress? Ja, maar als Jasper het doet, kijk. Misschien moet je het zelf een beetje aanduwen. Hé, hey Jasper, een beetje focus wel. Hè. En hoe zit het hier? Je hebt voor Bram bij mij gezet. Ja, jij hebt voor Bram gekozen. Ja, ik ga ook helpen, anders komt het niet goed, vrees ik. Ja. Hier is het stress.
Hier is het beter en daar is het ook stress. Voilà, Céline wint de challenge. Momenteel ziet het er zo uit bij Laura. Wauw. Voel je al alsof je hangt? Van boven wel. Ja, oké. Okay. Niet te veel proberen alleszins dat het niet loskomt. Bij jou? Ja, ook hetzelfde als bij Laura. Ik voel me wel al echt stevig. Ja, maar de onderkant moet zeker nog gedaan worden. En Ize? Ik voel me nog niet zo stevig. Oei, maar Bram, goed bezig. Van boven bezig. Bram is ook alleen bezig. Straks komen we jou helpen. Jasper is ook alleen bezig. Maar oei, Jasper, wat is dit? Maar hij zit daar niet dicht genoeg te nemen. Oei, 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 oei. Het is een relatietest hoor, dit. Oh, wat is dit? Wat is dat? Oh. Het is hier helemaal rood. Nee, oh oh. Jasper is weg. Jasper, ik heb je vrienden. Jasper geeft het op. Martijn, het gaat allemaal los. Ah, de muur is wel veilig. Ja, man. Wacht, ik weet dat ik ga doen om het op te lossen. Nee, niet. De vraag is natuurlijk, gaan we genoeg tape hebben? We hebben heel veel tape, dus ik hoop van wel. En Céline en Laura voelen toch al een beetje dat ze hangen. Maar het verschil tussen voelen dat je hangt en effectief hangen is wel nog heel groot. Het is wel echt mooi. Bram, jouw creatie is wel het mooist. En Laura, ja, hier is er ook al veel tape. En nu ga ik beginnen bij Céline aan de onderkant. Dit is dus Céline momenteel. De meeste tape. Hier werken we ook al de hele tijd met twee aan. Jullie zijn nu ook begonnen met twee. Goed bezig. Heel veel tape. En tape op tape plakt het beste. En Jasper is de hele tijd alleen bezig. Kijk, ik zal een beetje komen helpen. Huppa. Voilà. Laura, voel je al alsof je vasthangt? Ook wel al een beetje. Beetje? Ja, ik heb het waarschijnlijk. Jasper, goed bezig, hè? Ja, ik ben moe. Ja. Moe? Ja, ik ook. Ga eens wrijven in mijn gezicht, want het is oh. Maar nee, niet zo naar boven brengen. Nee, zij kan. Momenteel ziet het er zo uit. En het is echt al heel veel. We hebben ook nog witte duct tape. En dat zorgt wel voor een beetje kleur. Kijk dit beeld. Wauw, daar hangt Laura. Er wordt zwaar gewerkt door Jasper. Hangen jullie al een beetje? Oh, iemand heeft een scheet gelaten. Martin. Kennen dat de mensen een scheet laten en dan op een ander steken? Ik vind dat schandalig. Schandalig. Wie van jullie doet die dat ook soms? Dat komt van daar, hè. Allee, come on. Ize, hoe zit het hier? Goed, ik kom al wel stevig. Ja, het ziet er wel goed uit. Dit is helemaal zelf met duct tape. Juist, onderaan nog een beetje. En hier ook onderaan nog een beetje. Ze is los uitkomen. Hier is ze los uitkomen. Ai, 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 ai. Je haart het? Wauw. We hebben alleszins nog genoeg tape. Ik heb
De meisjes beginnen jeugd te krijgen. De jongens moeten altijd grappen. Onder mijn wenkbrauw. Dat is mijn wenkbrauw. Laura is moe. Relatietesten. Relatietesten. Ja, daar. Ik heb het van mijn opa cocktail. Maar dat is al werkt. Alles voor je. Ah ja, hier. Ja. Serieus? Ja. En dan, dat was het. Hey, hallo. Hallo. Je hebt de laatste rol. Ik heb de laatste rol. Martijn krijgt ondertussen een massage. En we beginnen stress te krijgen, want de rollen zijn bijna op. Dus de bakken worden bijna weggetrokken. Ik ben echt benieuwd of ze gaan blijven hangen. We moeten sowieso alles nog verstevigen. Ik denk dat Laura het minste duct tape heeft. Minste? Ze is ook wel de lichtste. Ja, als ik het zo zie, denk ik het wel. Laat weten in de reacties wie heeft momenteel het minste duct tape. Laura, Celine of Ize? Ik denk Laura echt. Mijn gevoel zegt dat ik niet kan het baby. Meeste? Nee. Hallo, alles goed? Nee. Tada. Tada. Moet dat van vandaag doen? We zijn er. Alle tape is op. Toch? Alle tape is op. Hebben we nog lukken tape? Klein beetje. Gaan we die nog gebruiken of? Is het genoeg? We denken dat het genoeg is. Ja, kijk, er kan ook weinig tot geen tape meer bij. Het hoofd moet vrij blijven en de handen. Zijn Celine en Laura ook bij Izzy niet. Ik stel voor dat we de bakken weg doen. Hè? Dit is dus het beeld na anderhalf uur werk. En Laura wil beginnen, omdat ze het heel spannend vindt. Dus we gaan de bakken wegtrekken. Mama staat erbij om het tegen te houden. Dit is echt spannend. Ja? Ja, doe maar, doe maar. 1, 2, 3. Uh-oh. Ja. Oh, de bakken, wow! Ze hangt! Wow, oh, was ze zwaar aan het gaan? Ja. Ze, oh, ben ik het los? Oh, nee, Oh, nee. Laura neemt ze niet mee. Oh, nee! Ja, knip langs die kant, knip langs die kant. Doe maar, nee, alles is klaar. Nee, dat meen je niet. Oh, nee. 320 euro en 2 uur werk. Ik heb nog wel. Ies is onze hoop. Ja, niet, maar Laura ging wel. Ik ben los. Voilà. Oké, stop. Op dit moment voelde Laura zich niet zo goed en vroeg ze of ze van de muur mocht. En natuurlijk haalden we Laura van de muur. Maar Celine en Ies hangen er nog aan. We duwen het terug aan. Nee. Wacht, mama heeft er nog geloven. Daar is Laura. Hoe voelde het, Laura? Daarmee hebben we het ook samengevat. Momenteel hebben we dus alleen nog maar Celine en Ize. Maar Celine, ja, Jasper en ik hebben heel veel over elkaar duct tape geplakt. Dus Celine hangt los. Ize denkt wel dat ze nog vasthangt. Oh nee, deze challenge is helemaal mis aan het gaan. Trek gewoon die bakken weg, dat is grappig. Ja? En doe tegelijk. Ja, tegelijk. Tegelijk, wie het langs blijft hangen, wint. Ja. Maar Celine valt meteen op de grond. Maar we hebben nog tape. We kunnen bij Celine nog onderaan een beetje aanscherpen. We kunnen de laatste tape nog gebruiken, hè. Let's go. Laatste tape, Bram. Laatste tape. Och, arme Laura, ze moet even bekomen. Maar je hing wel, hè? Ja, dat
Je hing. Ja, de challenge is geslaagd. Maar de oorspronkelijke challenge is wie het langst blijft hangen wint. Dus jullie twee kunnen nog winnen. Hoeveel seconden was het? Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Ik denk 20 seconden of zo. We moeten het eens bekijken. Ik denk dat we in het begin meer moesten focussen op de houding. En dat de benen veel wijder moesten. Nu is het allemaal hetzelfde gewicht. Dat is voor jullie, hè. Wat zeg je dat je daar net ook niet. Wat? Wij gaan bij 20.000 likes omhoog hangen. En wij gaan echt hangen. Nee, omgekeerd? Dat is bij 200.000 likes hangen we Bram omgekeerd. Op 20 meter hoogte. Celine krijgt nog een beetje drinken. Maar ik heb echt het gevoel dat je gewoon super los hangt. Ja. Ize, de hoop ligt bij jou. De tape is op. Hoeveel rollen waren het? 20 rollen ongeveer? Ja. 20 rollen tape van 50 meter is 1 kilometer duct tape. Hebben we gebruikt. Als ze nu niet hangen, is het wel onze fout. Gaat het, Laura? Oké, we laten je even. Het moment van de waarheid. Goed communiceren dat het tegelijkertijd is. Ize hangt! Ize hangt! En Celine... Mama! Oh, ze hangen! Ze hangen! Ze hangen! Check! Wat? Ze hangen! Jullie hangen! Vind je het leuk? Oh, wauw, jullie hangen! Ik had het niet verwacht. Wie het langste blijft hangen, wint. Maar ik ben wel aan het zakken. Ja, ik zie het, ik zie het. Ik zie het. Bram, kan je eens gaan naast staan, hoe dat ertussen staat? Oh, kijk, dit beeld. Maar ze hangen al lang. Oh, maar Celine hangt nog 10 centimeter. Ik denk dat Ize gaat winnen. Maar jullie moeten vooral stil hangen. De challenge is dus alsnog gelukt. Ze hangen omhoog. Wauw, en jullie hangen. Ize is aan het vallen. Bram, je moet dat tegenduwen daarboven. Wow. Boven. Jawel, je mag helpen. Je mag helpen. Nee, dit is los aan het komen. Ja, dat is goed. Dat als dit loskomt... Oh. Kijk, zo hang je hier. Oei, amai. Ja, dat hoeft. Celine hangt nog, ik denk, 10 centimeter boven de grond. En Ize zie ik niet, want Bram staat ervoor. Poepie! Vind je het niet een beetje spijtig dat je erbij hangt? Of ben je blij dat je hier bent? Spijtig, maar ook blij. Ja, gemengde gevoelens. Oh. Gaat iemand bij Ize staan? Mocht ze recht voorover. Oh. Gaat Celine winnen? Oh, Ize hangt nog. Wie gaat winnen? Bij Ize is alles aan het vallen. Oh. Ize hangt nog steeds. Ize is aan het vallen. Kom op. Oh, ik kan een hand onder. Was dat voor jou, Jan? Nee, ja, ik pas op. Hey. Wie gaat winnen? Hey, ze hangen wel echt lang, hè? Ja. Officiële meester. Sterk gedaan, moeder. Ja, het is gedaan. Ja, bijna. Was dat? 10 centimeter, Ize. Ik ga het. 10 centimeter, Celine. Ze hangen gelijk. Oh, zijn we niet? Bijna! Vlak! Hoi jij! Celine hangt nog steeds. Wauw. Mama, jij bent wel de koningin van de duct tape. De duct tape queen. Ja, dit is vrij. Oh. Dit beeld. Celine hangt er nog steeds. Ik had wel niet gedacht dat het ging lukken. Jullie? Ja? Ik had er veel vertrouwen in. Ja? Mama, goed gedaan. Ja, hè. Wil je credits? We zijn weg. Ah. Ja, we zien jou in de volgende video. Celine wint dus de challenge. En mama, jij ook, want jij hebt het meeste wel gedaan. Goed gedaan. Iedereen ook goed gedaan. Laura, super goed gedaan. Ize, super goed gedaan. Iedereen, heel goed gedaan. Jullie bedankt om te kijken. Martijn was de beste. Martijn. Ik heb last van een nek. Ja, Martijn heeft... pijn in zijn nek. Dat hoort er ook bij bij zo'n challenge. Dus jullie bedankt om te kijken. Vergeet te liken en te abonneren. En wij zien jullie in de volgende video. Peace! Peace. Oh, de lichten. Huh? Doei, Celine!